Dit is Flevoland Zomertour. Dit is alweer de tweede week dat wij in de provincie op pad zijn om allerlei leuke attracties te bezoeken waar we dan ook onderdeel worden van de dag. Vandaag is Jordi voor de laatste keer bij de Orchideeënhoeve. Jordi, je zit ergens onder een prieeltje, je hebt iets in je handen. Wat zien we allemaal? Ja, het is reuze gezellig in de winkel van de Orchideeënhoeve. Het is inderdaad onder een prieeltje. Ik heb echt het zomerse gevoel hier. En ik heb ook een mini-orchidee vast. En die zie je niet heel vaak in Nederland. Ik heb me zelfs laten vertellen dat die uniek is. En dat heeft Anita mij verteld. En Anita is verantwoordelijk voor de winkel hier bij de Orchideeënhoeve. En we zitten dus nu gezellig... Ja, toch wel een zomersfeertje onder dat prieeltje op twee stoeltjes. En Anita die zit naast me. Anita, ik heb wat voor je meegebracht. Ja, dankjewel. Hartstikke leuk. Een mini-orchidee. Ja, dankjewel. Ja, uniek vertelde je me net, hè? Nou, ik wou eigenlijk zeggen inderdaad, je ziet ze niet in elke winkel. De meeste winkels hebben wel standaard orchideeën. Maar wij hebben toch net weer even een ander soortje. Een mooi laagblijvend soortje. Ideaal voor mensen die klein behuisd zijn. En dit zie je niet overal inderdaad. Maar is die dan ook populair? Ja. Dus heel veel mensen vinden dit echt leuk. Mooi klein op tafel, staat niet gauw in de weg. En vinden ze gewoon hartstikke leuk, ja. Wat verkoop je hier allemaal in de winkel? Ja, naast de orchideeën natuurlijk allemaal kamerplanten. We hebben ontzettend veel cadeau- en sfeerartikelen. Maar we hebben ook voor kinderen speelgoed. Hebben we. Je kan het zo gek eigenlijk niet verzinnen. Servies, noem het maar. Kom hier rondkijken, zou ik zeggen. En je ziet gewoon wat we allemaal hebben. We hebben ontzettend veel. Wat is het populairste? Toch wel de orchideeën, ja. Mensen die een bezoekje hier aan ons brengen, die vinden het toch altijd wel heel erg leuk om hier net de andere orchideeën te scoren als in menig winkel. Ja, daar ben ik dan wel benieuwd naar. Is het dan de orchidee die standaard is het meest populair of zijn dat de wat excentriekere? De meest standaard, dat kent men allemaal wel, hè? Gewoon een witte. Maar bijvoorbeeld zo'n mooie gedraaide zie je ook nergens. Mm-hmm. Dat noemen wij een twister orchidee. En we hebben natuurlijk veel meer kleuren als de normale standaard kleuren. Een beetje gespikkelde orchideeën, noem het maar. Ja. Dat is allemaal best wel apart dat ze dat hier kunnen vinden inderdaad. Ja. Hoe lang werk je al in deze orchideeënwinkel? Ik werk hier sinds 2010. Okay. Ja, dus 9 jaar. In november 9 jaar alweer. Ja. Hoe ben je daar zo ingerold? Ja, eigenlijk via een extra verdienste, zeg maar, naast mijn gewone baan die ik toen in de tijd had. In de dierenwinkel heb ik altijd gewerkt. En toen mijn ouders lazen eigenlijk van, hey, de Orchideeënhoeve zoekt mensen. En niet, misschien is het wat voor jou om eventueel bij te doen. En misschien kan je er ook gelijk wel helemaal blijven. Maar dat was eerst niet aan de orde. 2 dagen in de week kon ik hier werken. En dat heb ik nu uit kunnen breiden. Na fulltime baan. Dus ik doe het nou alleen, dat is mijn enige baan, zeg maar. Ja. Moet je dan echt van planten en dieren houden? Wil je hier in de winkel staan? Of maakt dat niet uit? Nou, op zich maakt het niet uit. Het is natuurlijk wel heel erg makkelijk. Maar hier in de winkel heb ik niet heel veel met de dieren te maken natuurlijk. Maar er komt af en toe wel eens even een schildpad hier binnenwandelen vanuit de tuinen. Dus die moeten we wel weer netjes terugbrengen. Maar planten, ja, tuurlijk. Je doet in de loop der jaren doe je heel veel kennis op. En ik leer nog elke dag. Dus dat is gewoon wel heel erg mooi meegenomen. Als je zelf enthousiast bent en je interesseert je ergens voor, dan praat het ook allemaal veel makkelijker met elkaar. Krijg je wel eens moeilijke vragen van bezoekers? Dat kan wel eens voorkomen, moeilijke vragen. Ook wel via de mail krijgen we ook wel eens moeilijke vragen. Ik weet ook niet alles natuurlijk. En dan hebben we gelukkig nog altijd... Wat collega's die nog weer verder gestudeerd hebben, echt in de plantenkunde. En die kunnen we dan nog raadplegen. En we komen altijd tot een oplossing. Ja. Je werkt hier nu 9 jaar. Heb je in die 9 jaar wel eens iets heel geks meegemaakt? Iets heel geks? Oh jeetje. Geen één dag is hetzelfde, laat ik dat voorop stellen. Maar iets heel geks. Ik kan zo even 1, 2, 3 niet verzinnen wat eigenlijk. Nee. Heb je wel eens boze klanten bijvoorbeeld? Ja, dat kan. Maar dat kan wel eens vooral als het druk is. Hè? Dan hebben mensen toch vaak wat minder geduld.
En dan proberen we eigenlijk altijd wel de rust te bewaren. Van, we gaan ons altijd een beetje opsplitsen bij de kassa's. Van, komt u maar bij deze kassa, dan helpt mijn collega u. Dus we proberen altijd wel de rust te bewaren. Maar ja, soms zijn mensen wel zijn niet echt boos, maar wel, kunnen wel eens wat ongeduldig zijn. Maar dat mag. We houden allemaal niet van wachten. Dus we doen ons best om ze zo snel mogelijk dan te helpen. Ja. Ja, als je alles bezocht hebt hier, volgens mij kom je dan automatisch hier in de winkel uit. Dat is eigenlijk een slimme truc natuurlijk. Ja. Betekent dat dan ook dat iedereen die een bezoekje heeft gebracht aan de dieren en de planten binnen, dat ze hier ook wat gaan kopen? Of is dat niet zo? Meestal is de verleiding erg groot bij de mensen dat ze toch inderdaad niet met lege handen naar huis gaan. Nee, het zijn ook zelfs mensen die komen niet alleen voor de dieren te bekijken en het park te bekijken. Die komen gewoon alleen even in de winkel langs. Dat kan ook. Dat kost niks. De winkel is natuurlijk vrij toegankelijk, dus dat gebeurt ook. En hoe ziet jouw huis eruit? Staat het vol met allerlei spullen die hier ook staan? Nou, wel wat, maar ik heb niet zo'n heel groot huis. Maar ik ben wel vaak in de verleiding om wat mee te nemen inderdaad. Dat ik denk van, zou best leuk zijn bij mij thuis. Ja. Nou, Rita, we zitten nu midden in de winkel. Het is de zomertour. Ik moet de handen uit de mouwen steken. Zullen we richting de kassa lopen of we daar nog wat kunnen doen? Ja, dat is hartstikke leuk. Dat zul je zien. Dat valt je niet mee hoor. Nou, ik ben heel benieuwd. Maar we hebben niet heel veel tijd, want ik moet zometeen de lorries verzorgen. Oh, ja. Dus ik denk dat we meteen maar moeten gaan. Ja, doen we. Hartstikke leuk. Nou, ik ga aan het werk. Doei, doei. Ja, heel goed Jordi. Aan de bak, jongen. Dit is Flevoland. Zomertour.